Zo, goeiedag mensen, welkom weer bij Search On Productions. De derde aflevering van Opus Pocus. En we gaan gewoon weer twee levels doen. Of misschien één, maar dat ligt ook maar net aan sowieso twee levels. Dat ligt aan hoe ver we komen natuurlijk. We zijn bij chapter 8 gebleven, dus dan gaan we ook weer verder. Tips gekregen hoe ik hier te werk moet gaan. Ja, at least it's not snowing anymore. That's good. I think that means we're getting close. Het sneeuwt niet meer. When you get there, what are you going to want to do? You don't have to leave, you know. I'm sure you feel trapped here right now, but this book can be as big as the world outside, bigger even. It is as vast as you can imagine it to be. This could be your own world, with only the things you want in it and nothing you don't. Tips voor me. That's one tall bean sprout. I wonder how. So long. That's one tall bean sprout. I wonder how tall it would grow with some sunlight. Bean sprout. Ik denk dat deze bedoelt. Ik weet niet waarom ik eigenlijk munt aan het verzamelen ben eigenlijk. Dan moeten we dus gaan kijken wat we moeten doen, hè. We gaan eerst eens even kijken wat er gebeurt als ik de page flipt. Ik ga nu eerst met die. Even omhoog kijken. Dat kan ik niet. Ik kan hier uitzoeken. Niks. Dat is wel kut. In ieder geval daar moet ik terechtkomen. En dan... eerst flip page. Eerst eens even deze eventjes gaan verplaatsen. En dan kan ik hier staan, denk ik. En dan die pagina moet staan. Zo. Hier terecht. Oh, kijk nou. even kijken hoor. Is dat zo? Ja, dat maakt niet uit volgens mij. Het, daar is het. Kijk, ik moet die hebben. Denk ik, dus dan ga ik hier staan. En dan flip de page. Hoppakee. En dan gaan we hier staan. Ik doe ook wat, ik heb geen flight, hè. En dan even kijken hoor. Kan ik daar springen? Ja, daar springen. Hop. 1, 2. Hatsikee. En dan Ah. Wat? Ja! Ik heb hem. Ja, dat was makkelijk. Maar... Oké, kijk. Kinderspel. Ah, misschien ook de laatste level ook wel, als het snel loopt allemaal. When we get to the end of the road, you must make a choice. Go home or stay here. If you choose to stay, I'll go on your place and take on all that troublesome responsibility you have in the outside world. And in here, you'll never have another worry ever again. Think it over. What you might. Vindt dat wel goed? Kan ik verplaatsen. Ik weet niet wat voor nut dit heeft, maar daar zie ik weer die boom hier staan, maar ik zie geen.
dicht voor mij misschien. There's that bean sprout again. Looks thirsty, doesn't it? Thirsty? Ah, kijk. Ja. Komt ie. Hey, kijk eens. Ben ik goed of ben ik goed? Ja. Kijk, en dan als het goed is, moet ik even kijken. Dat moet hierop, ja. Denk ik. Zo, en dan moet ik die beansprout, die moet hier naartoe komen. Ja, zo. Hops, oké. En dan, ja. Hoppakee. Nou, ik ben hier. Ik denk dat ik kan niet verder, dus ik moet even. Ja. En dan heb ik deze. Die weer. Ja, dat gaat lekker zo. Dan deze beneden. En twee, oké. Eén, twee. Yep. Jesus, penis. Makkelijker kan gewoon hier. I did it. I did it. Yeah. Yeah, baby. Het ziet er naar uit dat ik toch level 10 ook nog mee ga nemen. Het filmpje wel heel erg kort. Level 10 is de laatste level. Of chapter 10, dat wil ik eigenlijk natuurlijk. Dat is de laatste chapter. Ingewikkeld uit. What is this place now? Oh, this is your home, isn't it? It's my home. It's my home. Your grandfather. Grandfather. Well, go on, do the Tiri reunion bit if you must, but hurry up and find the key. It's the last one, and then I mean you can go home, or I could go, you know, for you, if that's what you want, of course. Don't mind me, I'm just collecting coins. Only one key left. You're on your own for this one. On my own for this one? Really? Come on. Where is the cloud key? Okay. Yeah. You sure you can't stay? Oh, nice. Coins. 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 Oh, moet even. Even niet zo. Ja. Is dat nog een munt? Oké, zo. Gewoon flippeetjes doen en kijken wat er gebeurt. Ik weet het zo. Ik weet dat ik die moet omgooien zo meteen. Kijk eens. Oh, kijk. Kijk. Deze moet ik dan weer omzetten. En vervolgens moet ik deze omgooien, zodat die water krijgt. Ja, kijk. Alleen staat hij een beetje onlogisch. Misschien niet klimmen. Ja. Ja, hè? Ja, ja. Ik ga eens kijken als ik... Wat is dit? Nee, vogel schrikken. Hé, blijf staan. Oh, blijf staan. En ik word gebeld. Ook lekker. Nou mensen, het ziet eruit dat ik andere zaken heb te doen buiten het spelletje om. Dus het spelletje is voor de volgende keer, voor deel 4 denk ik. Want ja, het ziet er nu niet
niet zo heel erg ingewikkeld uit. En het zal nog een korte aflevering worden. Het is het laatste deel. Dus ik hoop dat je genoten hebt. En tja, tot de volgende keer weer. Doei!